zou willen zeggen, was het maar zo simpel. In de afgelopen 7 jaar kan ik meerdere voorbeelden noemen. En ik noemde net die 26 miljoen als heel concreet voorbeeld. Dat wilden we ook met de hele Kamer. En het is niet zo uitgewerkt zoals wij dat wilden. De aanbevelingen van commissie De Winter, daarvan zegt diezelfde voorzitter van de commissie dat er te weinig met die aanbevelingen is gedaan. Dat ze te weinig hebben gedaan ook om de slachtoffers echt te helpen. Dat horen we ook terug van slachtoffers zelf. Datzelfde geldt voor al die andere rapporten. Het is niet voor niets dat de inspectie heeft gezegd, en dat is nogal een signaal van de inspectie, dat ze geen effectief toezicht meer kunnen houden. Dat ze elke 4 maanden naar ons een signaalrapport schrijven met echt een hele duidelijke noodkreet. De inspectie zegt, doe iets. En wij doen het maar niet, op de een of andere manier. En waarom dat niet gebeurt, terwijl we allemaal zeggen dat we het belangrijk vinden, terwijl de staatssecretaris, en dat geloof ik ook oprecht, aangeeft dat hij het belangrijk vindt, niet voor niets ook dat hele traject rondom de hervormingsagenda heeft opgetuigd. Jeugdhulpverleners willen het anders, ook bestuurders van instellingen willen het anders, jongeren willen het anders, ouders willen het anders, maar het gebeurt maar niet. En uiteindelijk zijn wij daarvoor verantwoordelijk, want wij gaan over het stelsel. En wij doen er te weinig aan om dit stelsel echt effectief te laten zijn, om dit stelsel echt bescherming te geven aan de meest kwetsbare jongeren. En ik wil erachter komen, waarom gebeurt dit dan onvoldoende, terwijl al die signalen duidelijk zijn? Mevrouw Keizer. Ja, voorzitter. De manier waarop Lisa Westerveld, ja. Opeens denk ik Westerkamp, nee, mevrouw Westerveld, voorzitter, dit hier vertelt, daar is eigenlijk niks aan toe te voegen of van af te halen. Maar als ik dan nadenk over, en wat betekent het dan om de vraag voor te leggen, waarom gebeurt het niet, is dan niet eigenlijk het antwoord wat je constant hoort vanuit de sector, we hebben te weinig collega's. Ja, voorzitter, dat er te weinig collega's zijn is natuurlijk een groot onderdeel van het probleem. Ik noemde dat net ook in mijn bijdrage. We hebben te maken, maar er zijn nog meer problemen. Bijvoorbeeld in de gesloten jeugdzorg, de bedoeling van de gesloten jeugdzorg, zoals we die nu kennen, is dat jongeren daar een soort van stabiel worden. Dat ze misschien dagbesteding krijgen of onderwijs en zelfs dat is vaak niet op orde. Daar kan ik nog een voorbeeld over geven. Maar niet dat zij bijvoorbeeld gespecialiseerde GGZ-hulp daar krijgen. Terwijl we van iedereen horen, jongeren, ouders, hulpverleners, deskundigen, ook bestuurders van instellingen, dat dat is wat nodig is. Dat willen wij met elkaar. En toch is het niet geregeld dat deze jongeren ook gespecialiseerde hulp krijgen om niet alleen maar tijdelijk stabiel te worden, maar ook uiteindelijk te leren leven met wat er met je aan de hand is, wat je hebt meegemaakt. Allemaal van dat soort zaken. Datzelfde geldt ook voor te weinig collega's. Waarom zijn er te weinig collega's? Dat is natuurlijk omdat collega's een hoge werkdruk hebben. Nou, uiteindelijk wordt er vaak ook negatief over hen gesproken. Merken ze dat ze niet het werk kunnen doen zoals zij dat willen, is er van allerlei andere dingen aan de hand. En dat leidt dan tot een spiraal naar beneden. Datzelfde zien we ook in een aantal andere sectoren. Maar ik vind ook dat wij daar uiteindelijk met elkaar voor verantwoordelijk zijn. Dat wij dan met elkaar moeten zoeken naar manieren om wel te zorgen dat er meer collega's komen. En ook dat is de afgelopen jaren te weinig gebeurd. Ik kan voorbeelden geven van ook personeel in de sector dat gaat staken omdat weer de onderhandelingen klappen. Bijvoorbeeld vanwege salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Uiteindelijk zijn wij daar met elkaar wel als politiek voor verantwoordelijk. En dan vind ik dat als het hier gaat over de meest kwetsbare jongeren. Jongeren die vaak een hele moeilijke situatie hebben meegemaakt. Of dat nou thuis is of elders. Waarvan dan uiteindelijk de overheid zegt, je kan niet meer bij je ouders tijdelijk opgroeien, we plaatsen in een instelling. Dan verdienen zij de allerbeste hulp, de allerbeste begeleiding. Dan verdienen zij onderwijs, een goede dagbesteding, een fijne plek om tijdelijk te zijn. En niet de plek zoals we dat nu hebben ingericht. En dat verwijt ik niet de medewerkers, dat verwijt ik onszelf. Ja, voorzitter. Dat met die analyse ben ik het eens. Wij zijn hier verantwoordelijk voor het stelsel en de financiering. Maar dan toch weer even terug naar van waarom gebeurt het niet? Dan hoor ik mevrouw Westerveld praten over te weinig collega's en over te weinig gespecialiseerde GGZ-hulp. Maar ook dat gaat weer over mensen, over collega's, over personeel. Dus dan toch nog een keer de vraag, wat kan nou een parlementaire enquête bewerkstelligen meer dan eigenlijk die conclusie die wij hier nu al trekken? En twee, een parlementaire enquête, dat is horen onder ede, voorzitter. En leidt dat niet eigenlijk af van de conclusie die wij al trekken hier met elkaar? En leidt dat er ook niet toe dat heel veel mensen denken, nou weet je, ik doe mijn stinkende best in die sector.
Ik kan niet doen wat ik zou willen doen vanwege te weinig collega's. En nu moet ik ook nog onder ede dat gaan vertellen, waardoor het idee kan zijn dat ik het verkeerd gedaan heb. Dus voorzitter, ik ben, nou, dat merkte wel ook aan mijn vragen, nogal terughoudend om dat middel te pakken. Omdat ik volgens mij denk dat we al weten waar het door komt en dat die enquête het probleem groter gaat maken. Voorzitter, het voorstel dat mevrouw Bruining en ik zullen doen gaat uitdrukkelijk niet over het horen onder ede van jeugdzorgmedewerkers. Het gaat uitdrukkelijk over uiteindelijk politieke besluitvorming. Want als wij inderdaad met elkaar al weten wat er aan de hand is, als we die dikke rapporten van commissie De Winter, die vanaf 1945 onderzoek heeft gedaan, maar ook de laatste inspectierapporten, ik hoef ze niet eens meer allemaal meer te noemen, als dan blijkt dat uiteindelijk ook hulpverleners werken in een stelsel waarbij die hulp aan jongeren, die we allemaal zo belangrijk vinden, niet op orde is, dan gaat er iets mis in de politieke besluitvorming. Dan gaat er iets mis ook in onze controlerende taak, in de manier waarop er is gesproken over de jeugdhulp, de manier waarop het is ingericht. En ik kom er niet achter waar dat dan misgaat. Als wij als hele Kamer dit een probleem vinden, als we als hele Kamer ook aangeven, nou bijvoorbeeld onderwijs is een probleem, roep al jaren, maar het wordt maar steeds niet opgelost, dan wil ik weten waar stopt dat dan? Hoe kan het dan dat er alleen, hè, ook voor de komende tijd, staan weer bezuinigingen op de rol van de jeugdzorg? Waarom gebeurt dit dan? Ik kom daar niet achter. Wij komen daar niet achter via de normale instrumenten. Dus dan wordt het maar eens een keer tijd om mensen onder ede te horen. Juist over die politieke besluitvorming die maakt dat wij een systeem hebben die de meest kwetsbare jongeren niet beschermt. Maar dat zou betekenen, voorzitter, het onder ede horen van bewindspersonen en voorgaande bewindspersonen. Maar daar hebben wij hier toch ook het debat constant voor. Of laat ik het anders formuleren. Is het dan de bedoeling dat alleen bewindspersonen en voormalige bewindspersonen onder ede gehoord gaan worden? En wordt er dan ook voor gekozen om collega-Kamerleden en voormalige collega-Kamerleden onder ede te horen? Voorzitter, ik begrijp die vraag. Het idee is dat collega Bruining en ik straks een motie willen indienen die het presidium vraagt om een onderzoekscommissie op te stellen. En die onderzoekscommissie die gaat natuurlijk over de eigen opdracht. Wat wij voor ogen hebben en willen voorstellen is dat we vanaf de periode van 2008 gaan beginnen. Want daar is uiteindelijk besloten voor een ander stelsel dat er nu toe leidt dat jongeren in deze gesloten jeugdzorg zitten. Daarvoor waren het justitiële inrichtingen, maar in de praktijk is natuurlijk eigenlijk weinig veranderd en zitten jongeren nog steeds gesloten op een plek waar ze vaak niet de hulp krijgen die nodig is. En om erachter te komen waarom is dat zo gedaan, hoe is dat nou de afgelopen jaren ook gebeurd, waarom is die besluitvorming zo gelopen, waarom vragen wij ook in antwoorden, en collega Krijns refereerde daar nog om, zijn jongeren wel veilig en blijkt nou uit het rapport van Jason dat dat niet het geval was. Ja, daar komen wij met deze Kamerdebatten die we hebben niet achter. En ook niet waarom er bepaalde besluiten in het verleden zijn gebeurd. En ik vind oprecht, en ik heb dat net al gezegd, dat ook wij hier een taak hebben. Dat als wij zeggen dat dit zelfs zo niet op orde is, en dat hoor ik verschillende collega's zeggen al 7 jaar lang, al sinds ik in de Kamer zit, dat we dan uiteindelijk ook maar een stap verder moeten zetten en uiteindelijk inderdaad een beknopte parlementaire enquête moeten instellen, omdat dat de enige manier is om erachter te komen waarom er niets met die dikke rapporten en niets met al die noodsignalen van de inspectie gedaan wordt.